Evenals honderden mensen die gistermiddag op Dijkveld hebben deelgenomen aan een stille loop voor Riaz Kadir. De 38-jarige man is vorige week vrijdag op brute wijze om het leven gebracht bij een roofoverval. In witte t-shirts liepen familie, vrienden en buurtbewoners vanuit OS Dijkveld aan de Pierpontweg door de buurt om ondersteuning te geven aan de familie. De loop eindigde in dezelfde straat op het adres van de familie, alwaar er kransen, bloemen en witte lintjes werden geplaatst. Met de loop wilden de deelnemers een signaal sturen naar de overheid om scherpere maatregelen te treffen om de criminaliteit de kop in te drukken. In de menigte waren er ook enkele DNA-leden. Henk Afiankooi en Evert Carto staan erop dat de regering het veiligheidsaspect beter ter hand neemt. Ik ben vandaag hier als Surinamer en ter ondersteuning naar de regering toe en de familie toe die getroffenen. En ook alle andere slachtoffers van moord, roof, verkrachtingen. Kijk, ergens moet iets gebeuren. En dit is een signaal naar de regering toe. Dat, kijk, er gebeuren zoveel dingen. Er is, veiligheid is voor allemaal. Maar laten we nu de daden zien. Want iedere dag weer om iets mee te maken, of te lezen dat weer een overval, weer dit. Het is niet goed voor het land. En ieder leeft nu, of velen, onder een soort van vrees. Ja, wanneer word jij de volgende? Dat is in, men moet gewoon hard optreden. Als wij die wetten moeten aanpassen, dan laten we die wetten aanpassen. Er moet een sterke teken of een sterke sanctie toegepast worden, waarbij de criminelen zelf dubbel gaan denken om een daad te doen. Want het kan niet zo zijn bij een klaarlichte dag dat er zoiets gruwelijks is gebeurd. Het kan niet. En dit, die stille loop, moet een teken zijn. En ik ben blij dat ik vele vrienden hier zit, vele mensen hier zit, niet alleen van Dijkveld, ook van andere buurten, van andere resorten, die de stilloop komt ondersteunen. Ja? We missen nu de waarden en normen van de samenleving. Dat moeten we nu gaan promoten, dat moeten we nu gaan mobiliseren. Waar ligt waarden en normen van de mens? Waar ligt respect? Snap je? En dit is ernstig wat gebeurd is. En we hopen na de stilloop hier dat er meer aandacht wordt besteed aan veiligheid. Buurtbewoners kunnen moeilijk hun emoties uiten. Volgens buurtbewoner Maureen Randa's Kost heeft het gebeuren de hele buurt getroffen en eisen zij een strengere aanpak. Neef Said William, die namens de familie sprak, zegt dat de gemeenschap de sociale controle van vroeger weer op gang moet brengen. Ik ben ook buurtbewoner en ik wens het niemand toe. Voelt u zich veilig nu dit gebeurd is? Nee. Hoe is de situatie in de buurt nu? Nou, ik denk dat iedereen op zijn kievieven is. En ieder is een alert. We willen dit niet meer hebben. We willen dit niet, absoluut niet meer hebben. Vader en moeder hebben hun jongste zoon op zo'n manier uit hun midden moeten hebben. Maar u zal hebben gemerkt in de bekendmakingen, geen neefje. Het is allemaal broers. Het zijn allemaal zussen. En die initiatiefnemers, de zussen van hier en de broers van hier, die hebben dit georganiseerd. Ja? We danken ieder die graag bijdragers heeft gegeven en heeft aangeboden. We hebben veel van ze eventjes on hold gezet, omdat dit project van de buurt is naar de familie toe, maar meer nog naar Suriname toe. Alle buurten waar dit al is gebeurd, alle buurten, is onze medelijden, onze medeleven. Maar u hebt het in uw handen. Wij hebben het in onze handen om een stopper aan te zetten. Begin met de buurt op te letten wie loopt. Te checken, al praat je of praat je niet met elkaar. Maar let op elkaar. Laten we weer die sociale controle op een hoger niveau brengen. Maak contact. Appgroepen nu nog. Wat hebben jullie? Jullie hebben het prachtig gedaan. Riaz Kadir laat een dochter van 4 jaar achter. Zijn vrouw en ouders die hun verdriet probeerden in te houden, waren niet in staat de media te woord te staan. De stille loop werd beëindigd met het zingen van het Surinaams volkslied, als bekrachtiging dat het anders moet met de algehele veiligheid in het land.